iedereen die niks aan heeft, kan hier gekleed naar huis. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Bij Vincentius kunnen mensen kleding kopen op vrijdag en op zaterdag. Dan is het voor een kleine prijs. Iedereen uit Bokstel kan kleding komen kopen. Maar voor mensen die geen geld hebben, weinig geld hebben, mensen op voedselbankniveau of net daarboven, die kunnen hier gratis kleding uitkomen zoeken. Dat kon eigenlijk altijd al, maar mensen wisten het niet. Het was vrij onbekend. En de laatste jaren kregen wij vaak de vraag van, hebben jullie niet een kledingbank? En dus hebben we besloten van, nou, we moeten daar een naam aan geven. Hè? Ook Vincentius Bokstel heeft een kledingbank. Maar mensen kunnen dus elke tweede woensdag van de maand kunnen ze hier terecht. Woensdagochtend van 10 tot ongeveer 1:30. En dan kunnen ze hier rustig op hun gemakje kunnen ze hier kleding uitzoeken. Je bent speciaal belast. Ja, met de kleding dat op tijd gewisseld wordt van zomer naar winter. Dat de voorraad niet te groot wordt. Dat de goede kleding in de rekken komt en de niet minder goede kleding naar de opkopen gaan. En we sorteren het uit op dames, heren en kinderkleding. En we hebben bij de dameskleding nog een afdeling grote maten. Ja, de hulpverlening die verwijzen de mensen naar eventueel de kledingbank. De hulpverlening die verwijst naar de kledingbank. Ja, en die hulpverlening, hoe moet ik dat zien? Een gemeente? Contour de Twern, de gemeente, Voedselbank. Stichting Leergeld. Stichting Leergeld, ja. Vincentius zelf, wij doen zelf ook aan hulpverlening. Dus, Okay. Is het ook niet kwestie van dat mensen een beetje gêne hebben om te komen? Zeker, ja, zeker. Dat bestaat natuurlijk ook. En dat is heel jammer. Want er is genoeg. En er is genoeg kleding. Er zijn genoeg schoenen. Dus het is gewoon, ja, mensen zijn van harte welkom. En het gaat vooral voor de mensen die op voedselbankniveau en net daarboven. Want juist die mensen net daarboven, die zijn heel moeilijk te bereiken. En die hebben het ook heel erg moeilijk. Ja. Even kijken. Er is al heel veel weg. Even kijken. Dit is van Renate Heijmans. Dat is een bekende Amsterdamse ontwerpster. Ja. Ja. Je moet in de orde van grootte van 100 euro gaan denken voor zo'n soort shirtje. Als je dat nieuw koopt. En ze betalen nu? 7,5. Kijk. Ja, 7,5. Hoe gaat het in zijn werk? Alles komt door de voordeur naar binnen. En dan gaan alle spullen gaan de sorteergang in, noemen we dat. Dat is hier naast de winkel. Het is een lange, smalle gang, zeg maar. En daar wordt alles gesorteerd door. We hebben 100 vrijwilligers bij Vincentius, meer dan 100. En die zijn de hele week eigenlijk aan het werk om alles te sorteren, uit te zoeken. De rotzooi eruit te halen, de mooie dingen eruit te vissen en klaar te maken om in de winkel te zetten. Dames met een maatje meer, die willen niet meer die oude tuttenjurken. Die willen ze niet meer. Nee, dat klopt. Ja, dus die willen ook mooie jurken hebben en mooie jasjes. En al wat hier hangt zijn grote maten. Mooie blazertjes. Ja. Inderdaad. Dus, dat is eigenlijk voor iedereen die kleding heeft, nodig heeft, kan hier terecht. Dus eigenlijk voor elk wat wils in die zin? Elk wat wils. Iedereen die niks aan heeft, kan hier gekleed naar huis. Wat betreft de kleding, hoe krijgen jullie die binnen? Mensen komen hier kleding brengen. Komen hier overigens van alles brengen. Dus als mensen aan het opruimen zijn, dan komen ze het hier brengen. En daar zijn we heel blij mee. En dat kan en liefst zoveel mogelijk. Want ze brengen fietsen, ze brengen meubels zoals u ziet. En lampen. En ja, ze brengen hun totale huisraad. Ja, mensen die overleden zijn natuurlijk. En dan moeten er appartementen of huizen leeggehaald worden. En ja, zo komt Vincentius aan zijn spullen. In welke staat moet het zijn als het binnenkomt? Niet kapot. En liefst schoon. En, maar vooral niet, als het kapot is, dan daar hebben we niks aan. Maar als het gewoon nog goed draagbaar is, en dan zijn we er heel blij mee. Wij zijn dol op goede kleding.